Oh, dat hele seizoen wat ze zijn knap aan elkaar gewaagd, al die machines. Maar we gaan er iets van maken. 15 de Eurocup afgelopen jaar ook nog een keertje even erbij. Dus wat dat betreft hebben de mannen zich ook nog slag in de ronde gereisd om even daar het podium veilig te stellen. En was dit de maximaal haalbare. Mannen die de betrouwbaarheid van de machine de afgelopen jaren behoorlijk op hand hebben gebracht. En de prestaties daarmee ook nog een keertje. Wat betreft Tunnelpadmen, de omgeving waar ze dus vandaan komen. Vekoma trouwens ook ondersteunen vandaag Vekoma Frictie voor deze klasse. Deze superstoelklasse. En ik zou de foto te staan in de buurt houden. Het is mogelijk dat er toch iets misgaat tijdens de run. Daar nog mij in half gezicht verteld. Maar het kan ook zo zijn dat we juist dikke pk's bijgewonnen hebben bij deze ondermakelaar Sabo. Want stilstand is achteruit gegaan. Ook als je Nederlands kampioen bent, dan sleutel je nog aan je machine. Zodat het volgend jaar weer harder gaat. Theo Broekhuis, zet de ketting strak. We zijn zeer benieuwd wat ze laten zien. So